allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Fruitrijfwerk Thuis. Voor wie mij nog niet kennen, ik ben Annelies en mijn leerlingen kennen me als mevrouw Bakker. Welkom in mijn atelier. Nog eventjes en het is alweer Halloween. Het griezelige tijd van het jaar. Doen jullie daar thuis ook aan? Natuurlijk maak ik ieder jaar weer een angstaanjagende knutsel. En vandaag ga ik aan de slag met het maken van een spin. Wat heb je nodig? Aluminiumfolie, ijzerdraad, tang, schilderstape, schaar, kwast, paletje, zwarte verf, potje water, stukje keukenpapier en eventueel andere kleurenverf. Ben jij ook zo benieuwd naar het resultaat? Ik vind het altijd wel spannend om iets nieuws te proberen. Laten we snel gaan beginnen. Ik start vandaag met aluminiumfolie. Hier scheur ik een groot stuk van af. Ik leg hem in de breedte neer en vouw hem netjes op. Steeds vouw ik hem dubbel en vouw ik hem weer recht. Totdat ik een wat dunnere strook overhoud. Ik vouw hem in de lengte dubbel om te kijken hoe groot hij is. Met dit stuk wil ik de grote achterpoten maken. En ik wil dat ze beide ongeveer even lang zijn. Als ik dat gecontroleerd heb, ga ik hem verder oprollen, zodat het nog dunner wordt. En een mooie dikte heeft voor onze spinnenpoten. Dit kan even duren, dus neem er rustig de tijd voor. Dit is een soort boetseren met aluminiumfolie, in plaats van klei. Je kunt aluminiumfolie ook gebruiken om de grove vorm te maken van jouw sculptuur, om er vervolgens met klei omheen te gaan. Daar bespaar je een hoop klei mee. Voor nu heb je die informatie eigenlijk niet nodig. Als ik hem heb opgerold, vouw ik hem weer in de lengte doormidden. Zo wordt het een V-vorm. Ik buig de poten nog twee keer, zodat het de vorm krijgt van twee grote spinnenpoten. Kijk, zo ziet hij er nu uit. Het lijkt ook wel een beetje een vogel in de verte, of de letter M. Ik maak de hoeken nog wat hoekiger en probeer hem neer te zetten. Kijk nou, hij blijft gewoon staan. Ik zet hem aan de kant en ga door met de volgende set poten. Een spin heeft in totaal 8 poten, dus ik maak nog 3 setjes. Elke set maak ik iets kleiner, zodat zijn poten van klein naar groot lopen. Kijk maar eens naar een plaatje van een spin. Altijd handig om plaatjes op te zoeken voordat je iets wil maken. Zo raak je geïnspireerd en maak jij jouw eigen variant. Als de poten klaar zijn, knip ik er nog een paar stukjes af totdat ik tevreden ben. Daarna maak ik nog één hele dunne strook en bind deze om alle poten heen. Zo blijven de poten aan elkaar en hebben we een begin van ons spinnenlichaam. Ik hou de strook die ik om de poten heen heb gedraaid met één hand vast. Met de andere hand zet ik de poten in de goede richting. Hierbij merk ik dat ze wat lang en slungelig zijn. Het zou misschien iets steviger kunnen. En nu kun je stoppen omdat hij al op een spin lijkt. Of je kunt hem nog verder vormen totdat jij tevreden bent met jouw gepoetseerde spin. En dat tweede ga ik doen. Ik zet de spin op een stuk aluminiumfolie en bedenk hoe ik het wil aanpakken. Ik besluit hem doormidden te scheuren, zodat ik het folie er makkelijk omheen kan boetseren. En als het mislukt, proberen we het gewoon opnieuw. Daar gaan we! Ik rol en vouw het folie om de spinnenpoten heen, zodat de spin zelf wat meer volume krijgt en de strook vast blijft zitten. Met volume bedoel ik dat hij steeds dikker wordt, dus hij krijgt dan meer volume. Hij is al meteen wat groter, maar dat kan natuurlijk nog veel enger en veel groter. Ik spoel dit proces een beetje vooruit. Ik maak de achterkant van de spin heel groot. Dit is al een goed begin. Omdat ik het lichaam wat breed vind en de spin nog een beetje wil verstevigen, pak ik er een stuk ijzerdraad bij. Ik draai hem precies tussen de poten om het lichaam heen. De twee uiteindes aan de onderkant draai ik om elkaar heen. Dit kun je met je vingers doen, maar met een tang gaat het een stuk makkelijker en wordt het een stuk steviger. Ik zet de tang op het punt wat ik al een beetje had gedraaid en draai hem steeds dezelfde kant op, zodat hij steeds strakker wordt. Als ik hem strak genoeg vind, draai ik de onderkant steeds meer in. Ik wissel de tang af met mijn handen. Eerst draai ik een stukje verder met mijn handen en dan gebruik ik de tang om hem strakker te draaien. Als ik daarmee klaar ben, is het dunne ijzerdraad steviger geworden. En als ik dit laatste stukje nog afknip, hebben we ook meteen een mooie punt om hem bijvoorbeeld in de grond te kunnen steken. Ah, ik merk dat mijn tang een beetje bot aan het worden is. Zo. Nu ga ik hem verder vormgeven. En zoals je hier ziet heb ik nog een klein ijzerdraadje gebruikt om twee slagtanden te maken. Deze heb ik er simpel tegenaan geplakt met een stukje schilderstape. Alleen was mijn camera uitgevallen. Oeps! Om het ijzerdraad minder scherp te maken, pak ik het in met meer schilderstape.
Ook plak ik hem dan direct vast, zodat hij minder beweegt. Het hoeft allemaal niet te netjes. Het moet immers een griezelige spin worden. Als ik klaar ben met de slagtanden, besluit ik dat ik alle poten ga verstevigen met ijzerdraad. Dit hoef je zelf niet te doen als je dat niet wilt. Omdat ik de poten minder slap wil hebben, is dat mijn keuze. Wees hier ook vrij in. Elke spin ziet er immers weer anders uit. Ik knip steeds een stukje ijzerdraad van de rol, ongeveer even lang als twee poten. Ik begin met de kleinste twee. Ik draai de spin om en leg het ijzerdraad tegen de buik van de spin aan ter hoogte van de twee voorste poten. Ongeveer hier. Nu pak ik een stukje tape en plak ik hem in het midden vast. Ik neem hier ook weer rustig de tijd voor. Zoals je ziet heb ik het andere stuk ijzerdraad even naar achteren gebogen, zodat ik er beter bij kan. Let er wel op dat je de tape daar niet overheen plakt, maar er altijd langs gaat. Anders kan je hem later niet meer terugbuigen. Als ik dat gedaan heb, leg ik het ijzerdraad goed langs de poten en maak ik ze recht. Ik probeer het folie van de poten een beetje om het ijzerdraad heen te draaien. Als ik dat gedaan heb, pak ik een stuk tape ongeveer even lang als de poot en plak ik hem tegen de poot aan. Daarna draai ik hem om de poot heen. Kijk maar! Zo blijft het ijzerdraad aan het folie zitten en maken we de scherpe punten zachter. Ik draai hem eromheen, zodat hij goed strak zit. Nu hij vast zit en ingepakt is door het tape, kunnen we hem weer in de goede vorm buigen. Eerst druk ik ze iets meer tegen het lichaam en daarna buig ik de twee knieën van de spin. En je raadt het al, dit gaan we herhalen totdat alle poten gedaan zijn. Dus we spoelen het weer een beetje vooruit. Na deze tweede voorpoot pak ik weer een stuk ijzerdraad en knip ik hem af ter hoogte van de tweede twee poten. Ook die maak ik daarna weer vast met tape. Je kunt de video natuurlijk ook even op pauze zetten hier, zodat je zelf makkelijk verder kunt werken aan jouw spin. Als jij dan weer zover bent, druk je gewoon weer op play en gaan we weer verder. Nu de poten zijn ingepakt met tape, ga ik verder met de rest van het lichaam. Zo maken we de vormen beter zichtbaar en ook fijner om naar te kijken dan dit glimmende aluminiumfolie. Als je hem helemaal hebt ingepakt met tape, kun je hem nog steeds verder boetseren. Ik wil zijn achterkant nog een stukje groter maken. Dus ik pak weer een stuk folie en vouw dat weer om het tape heen om de vorm nog groter te maken. Het blijft makkelijk zitten en als je klaar bent met de aanpassingen, plak je er gewoon weer tape overheen. En zo ga je door totdat je helemaal geen aluminiumfolie meer ziet. Nu buig ik de poten naar onder toe, omdat ik daar nog wat aluminiumfolie tussen zie zitten. Met kleine stukjes tape zorg ik ervoor dat ook die kleine stukjes zichtbaar folie verdwijnen. Ik kijk de hele spin nog even na. Als je hem helemaal ronddraait, kom je vanzelf nog een mini stukje aluminiumfolie tegen. Stukje tape erop en het is weg. Ik vind het wel een leuk karweitje. Deze poot is ook alweer bijna gedaan. Oh wacht, hier ook nog een stukje. Plak. Draai. En weg is die. Opgelost. Daarna buig ik alle poten weer de goede kant op en ik ga nog even verder met de laatste kleine verbeteringen. Zo kun je natuurlijk ook eeuwig doorgaan, totdat jij tevreden bent. En op een gegeven moment moet je tegen jezelf zeggen dat hij er goed uitziet. Tijd om te gaan schilderen. Omdat ik papiertape heb gebruikt, kunnen we hier makkelijk overheen schilderen. Ik gebruik vandaag zwart voor deze spin. Maar jij kunt hem natuurlijk ook gifgroen maken of een andere kleur of patroon geven. Maak jouw spin uniek. Misschien heeft die van jou wel gekke gekleurde stippen of strepen. Je mag best een flinke laag verf gebruiken om jouw spin te schilderen. Als je zorgt voor een goede ondergrond, dan komt er geen verf op de tafel of op de grond. Probeer ook goed tussen de groeven van het papier te schilderen, zodat er geen stukjes wit zichtbaar blijven. Tenzij jij dat natuurlijk mooi vindt, dan is het een bewuste keuze. Als ik de spin helemaal heb geschilderd, pak ik het paletje in met huishoudfolie. Zo droogt de verf die je over hebt minder snel uit en kun je het later nog gebruiken. En dat bespaart een hoop verf. De kwast moet je wel meteen even onder de kraan goed schoonspoelen en wrijven met je vingers, zodat al het verf eruit is. Als hij bijna droog is, ga ik er nog een keer overheen met zwarte verf. Vooral op de plekken die nog wit of licht eruit zien. Als dat klaar is, laat ik hem helemaal drogen en doe ik dit later nog een keer. Ja. Kijk nou wat voor een enge spin dit is geworden! Door het ijzerdraad aan de onderkant kun je hem ook makkelijk in een plant of als het droog is in de tuin steken. Ik ben onwijs benieuwd naar jullie enge spinnencreaties. Stuur je een foto van jouw resultaat? Alle inzendingen zet ik natuurlijk weer op mijn Insta-account. Dus mocht je het leuk vinden, kan ik je naam erbij vermelden, maar dat hoeft niet. Je kunt ook anoniem blijven. Hou mijn Insta in ieder geval in de gaten. Tot de volgende keer.